month, one dag, gaan wij over het woord maand, maandje, nadenken. Dit woord komt 46 keer voor in de Bijbel. De maand wordt daarvoor verschillende doeleinden gebruikt. Ready. De moeder van Mozes maakt een maand van riet en bedekt dit met pek, zodat het maandje blijft drijven. Deze constructie vertoont enkele overeenkomsten met de ark van Noah, die pek bevatte, waardoor hij op het water bleef drijven. Een maand om brood te bewaren. In het Oude Testament wordt de maand gebruikt om het brood goed te bewaren, vruchten te verzamelen. De maand wordt gebruikt bij het oogsten van druiven en om andere vruchten te verzamelen. Offeranden. In de maanden werden die eerste vruchten van de oogst aangeboden. Hoofden van mensen. Het is een verschrikkelijk beeld dat in het boek Koningen voortkomt. Hier worden de maanden gebruikt om de hoofden van mensen in te doen die de soldaten geslaagd hadden. Oordeel. De formulering in Amos geeft aan dat God spreekt over fruit dat net op zijn hoogtepunt is, zoals de natie Israël was. Maar als gevolg daarvan op weg is naar bederf. Het volk Israël had zich van de Heer afgekeerd en was nu rijp voor het oordeel. Fragmenten van eten verzamelen. In het Nieuwe Testament wordt melding gemaakt van de maand voor de overgebleven etensresten bij het onder van de brood vermenigvuldiging. Ontsnappen. In de handelingen lezen wij dat het leven van Paulus is gered door de slimme actie van zijn leerlingen. Paulus kon in de maand stappen en zo ontsnappen aan de mensen die hem dood wilden. Laat ons bidden. Himmelse Vader, uw Zoon Jezus heeft een massa van mensen gevoed en hun honger gestild. Hij liet zien dat het eten niet weggegooid was. Zegen ons en geef ons wijsheid om het eten niet te verspillen. Amen.